Zeg maar qua omgeving is dit natuurlijk geweldig. Oude gebouwen rondom, oud gedeelte van de stad. Ja, dat vind ik heel leuk. Breda nu. Door heel Breda vond afgelopen zondag de eerste editie van Struinen in de Tuinen plaats. Een grote of kleine tuin, het maakt allemaal niet uit. Iedereen kan meedoen. Menig Bredanaar heeft dan ook zijn of haar tuin omgetoverd tot concertzaal. Het gras is het podium, de tuinstoelen de tribune. En zo simpel kan het zijn om mee te doen met dit samenhorige tuinenfestival. Even samen met wat buren zorgen dat je je tuin beschikbaar stelt. En dat je wat artiesten hebt die hier kunnen optreden. En dat is het. Dat klinkt heel makkelijk. Dus iedere Bredanaar kan dit doen volgende keer? Iedere Bredanaar kan hier aan meedoen. En of je nou een grote tuin hebt of een kleine tuin, er is altijd wel iets te regelen. Gaat u vandaag zelf nog op andere locaties luisteren? Nee, ik blijf vandaag hier in de tuin om het hier allemaal een beetje in de gaten te houden. Maar ja, helaas, volgende keer misschien. Ik vind leuke muziek, maar ook leuk dat je eens bij andere mannen in de tuin kan kijken. Struinen in de tuinen. Ja, en dit is, zeg maar qua omgeving is dit natuurlijk geweldig. Oude gebouwen rondom, oud gedeelte van de stad. Ja, dat vind ik heel leuk. En ik kan wel zeggen dat het me zo spijt. Maar hartzeer is vergankelijk in tijd. En ook, wat is er veel gebeurd sinds die tijd. Je bleef steeds in mijn gedachten. Zocht ik woorden die verzachten. En daar staan er in één keer twee vreemde mensen in uw tuin. Wel meer vandaag, ja. Behalve dan het hartstikke leuke duo Revivre, waar we heel blij mee zijn. Ja. Leuke muziek en spontaan mensen die over de vloer komen. Echt heel erg leuk. Okay. Gaan jullie dit vaker doen, dit initiatief? Het was dit jaar de allereerste keer toen ik de oproep zag in de krant om je tuin zeg maar, als podium open te stellen. Toen dacht ik gelijk, oh wat leuk. Ik ken dit vanuit andere gemeenten en ik vind het echt super dat Breda voor de allereerste keer dit jaar meedoet. Baby, if I could. Maar is dit nou speciaal muziek die jullie leuk vinden voor een tuin of ga je nog naar andere locaties? Nou, wij zitten hier eigenlijk twee deuren verderop, dus sowieso moesten we natuurlijk hierheen en we gaan direct kijken wat we nog meer gaan bekijken. Ja, ja. Nog niet bepaald. Nog even. Het krantje is in de bus, dus we zaten net weer even erheen te bladeren. En genoeg hier in de buurt, dat vind ik ook wel prettig. Ja, veel plezier. Well, when I think of us, I'm sad. I'm just in the mood. I'm in. I'm just with the God. I'm with. I'm coming back in. Breda nu.